Hey allemaal, welkom weer bij beatoefeningen van Tom en Tom. Tom Walbeek maakt deze beatoefeningen. En hij vraagt mij om met hem mee te bieden. Dus wat we gaan doen is het volgende. Het gaat over het informatiedoublet. En dat is het openingsdoublet. En deze kun je vinden in Start met Bridge, hoofdstuk 7 van het tweede boek. En ook Bridge in een flits, het tweede boek, hoofdstuk 8. Tom, dat ze in het tweede boek staan, betekent dat het waarschijnlijk niet het meest eenvoudig is. Klopt dat? Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk op zich is dat in de basiscursus is dat gewoon een heel iets nieuws voor mensen. Ja. Want aan doublet denken ze gauw, het is een strafdoublet. Maar nu ga je het eigenlijk zeggen, we gaan het doublet, het biedkaartje, iets voor iets anders gebruiken. En je gaat eigenlijk aan informatie aan je partner vragen. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, Ton, jij hebt de spellen voorbereid. Gaan we ze gewoon bieden? We gaan ze gewoon bieden en dan, dat is eigenlijk ook de bedoeling dat de mensen naderhand ook nog eens keer kunnen kijken, dat ze een beetje gevoel voor krijgen. Hoe gaat het erom met een informatiedoublet? Helemaal goed. En ik probeer af en toe wat extra informatie te geven, dat de mensen die deze filmpjes kijken net iets meer weten dan de mensen die ze niet kijken. Ja, Ton, hij gaat eerst naar jou. Er wordt een ruiter geopend en je bent aan de beurt. Ja, nou ja, ik weet in ieder geval dat die opener minimaal 12 punten in zijn handen heeft. Ik heb er ook 12. En als diegene in ruiten geopend was, dan had ik met één klaar geopend. Maar ik wil toch wel laten horen aan mijn partner dat ik een openingskleur heb. Of dat ik een opening heb. En daarvoor bied ik doublet. Dat heeft wel een paar keer een paar voorwaarden. Ik zeg er ook gelijk bij dat ik een opening heb, maar dat ik kort in de ruiten ben. En dat alle andere kleuren goed zijn. Helemaal goed. En want hiervoor is wel het volgbod geweest. Waarom volg je niet van je twee vierkaarten de laagste één harten? Nou, omdat een volle bot altijd in principe een vijfkaart belooft. Ja, helemaal goed. Dus dit is belangrijk, jongens. Dus een volgbot belooft een vijfkaart. Dus Ton biedt nou doublet om eigenlijk steun te vragen aan mij. Partner, ik heb wel punten, maar ik heb geen eigen kleur. Nou, belangrijk is dus, alle kleuren zijn goed, behalve die openingskleur uiteraard. Ja. Hey, dit is wel grappig, zeg. Ik pak mijn hand op. Ik heb twee azen, dus dat betekent dat ik 8 punten heb. Ik heb 5 ruiters. Mijn partner zegt doublet. Nou, als mijn partner doublet zegt, dan ga ik eerst kijken, wat is mijn langste kleur? Nou, dat is ruiten. Maar die kan ik niet bieden, want die heeft het tegenbetaal geboden. Dus dan ga ik kijken naar mijn ene langste kleur, dat is klaver. Dus ik bied hier 2 klaveren, Ton. Je biedt hier 1 sans toe. Ja, dat vond ik eigenlijk heel goed. Oh, ja, heel goed. Ja, dan zie je hoe lastig het is, Tom. Maar ik kan de keuze begrijpen, maar voor hetzelfde geld heb ik maar een driekaartje klaveren. Ja, ik snap hem wel. Wel grappig, ja. Ja, hier zou je inderdaad ook 1 sans kunnen bieden. Maar zo zie je maar inderdaad hoe lastig dat bridge blijft, dat Tom en Ton gewoon een andere bieding zouden kiezen. Ton, waarom ik 2 klaver zou kiezen, ja, is omdat ik hier wat een singleton schop heb. Ja, dat begrijp ik. Heb je introvaren. Maar ik vind eigenlijk 1 sans en 2 klaver allebei wel goed. Ben je het met me eens of zeg je van nee, Tom? Het is echt... Nee, het is een alternatief, die 2 klaveren. Ja. En 2 klaveren zal ik in principe ook passen, want je belooft dan 0 tot zo'n punt of 8. Helemaal goed. Dus nou, zo zie je het inderdaad dat zelfs wij er nog wel eens gesprekken over hebben van wat kan nou het beste bod zijn. Het belangrijkste is denk ik, je mag niet passen. Want op een informatiedoublet van je partner, ook al heb je die ruiters tegen, je mag niet passen. Dus ik heb hier nu op advies van Ton 1 sans geboden en hij komt terug naar jou. Ja, na 1 sans, dan weet ik dat je ruiter hebt, dat je zeker geen vierkaart in hart en schop hebt. Dus ik pas 100%. Supergoed. Nou, het was meteen een heel interessant eerste handje. Ja. Zo zien mensen ook dat we het niet, dat het niet voorgekoud is en dat we echt bieden. Nee, we gaan het gewoon proberen. Ik heb het je zo voorgeschoteld. Helemaal goed. Nou, er wordt 1 schoppen geopend. Jij bent weer aan de beurt. Nou, ik heb weer, even kijken, zelfs 14 punten. Normaal had ik ook met deze hand 1 ruiter geopend. Ja, 2 vierkaarten de laagste. En nu zit ik gewoon een beetje vast, maar het goede is dat ik maar een 2-kaart schop heb. En alle andere kleuren zijn goed om van jou te horen. Dus ik bied nu gewoon weer een informatiedoublet. Informatiedoublet, wel punten, maar geen eigen kleur. Nu komt hij weer terug naar mij. Ik ga eens even mijn punten tellen. 13 punten, ik heb een opening.
Nou, ik ga meteen wat conclusies trekken. Ik ga meteen kijken, oké, okay, de tegenpartij heeft geopend, maar mijn partner zegt dublet. Ik vertrouw altijd mijn partner. Dus mijn partner heeft veel punten. Minimaal 12 of 13. Ik heb ook een opening, dus ik wil samen een one spelen, want we hebben minimaal 25 punten samen. Nou, en waar hebben we fit in? In harten. Want elke kleur is goed. En eigenlijk is na een schoppen een dublet eigenlijk wel minimaal een vierkaart harten. Misschien heel soms een driekaart. Maar we hebben altijd een fit. Dus ik bied meteen 4 harten. Fit in harten. En genoeg punten voor de marge. Hij gaat terug naar Tom. Ja, nou ja, ik denk dat we ons doel bereikt hebben. Ik ben er heel blij mee. En ik pas. Helemaal goed. En ik wens jou veel succes, want jij mag spelen. Helemaal goed, top. Ja, dit is het hele spel. Nou, je verliest eigenlijk alleen maar 2 schopslagen in dat spel. Even kijken naar het vorige spel. Okay. Ja. Ja, ik denk dat ik plus 1 ga maken. Ja, dat lijkt me ook. Het volgende handje. Even kijken. Nou, in schoppen wordt weer geopend. Ik ben weer kort in de opening kleur. Het vervelende is natuurlijk dat ik een driekaartje hard had. Ik had liever een vierkaartje gezien. Maar toch, ja, met die 8, 10, 13 punten. Ik ga toch in de mooie klaverkaart. Ik ga toch nog maar eventjes een informatie dublet geven. Helemaal goed. Kijk, Ton zegt hier weer dublet. Helemaal top. Snap ik heel goed, Ton. En hij komt terug naar mij. Nou ja, ik ga kijken eerst weer van wat is mijn langste kleur. Dit keer ga ik me niet vergissen, want ik heb nu geen schoppendekking, dus ik kan zeker geen 1 zand bieden. Ja, ik bied hier 2 ruiten. 2 ruiten betekent hier partner. Ik heb 0 tot 9 punten. 0 tot 8, 0 tot 9 punten. En een ruitenkleur. En hij komt terug naar jou. Nou, ik zie dat jij maximaal 9 punten, Jan, hebt. Ik heb er 14. Je hebt ook geen zand toegeboden, dus... Ook zeker geen schoppendekking. Voor mij geen zin om verder te gaan. We hebben de fit en ik pas netjes. Helemaal goed. Maar Ton, je hebt nu een fit. En wil je toch nog even goed uitleggen, want dat is best wel lastig, denk ik. Waarom bied je nou geen 3 ruiten? Want je hebt toch een ruitenfit? Nou, omdat jij maar 9 punten maximaal hebt. Het zou kunnen gebeuren in dit spel dat bij Zuid-Talen nog wel 2 schoppen komt. En dan bied je nog wel een keer 3 ruiten? En dan bied ik nog een keer 3 ruiten. Helemaal goed. Zo zie je maar. Om eventueel te verhogen. Zeker niet kwetsbaar. Ton die gaat niet hoger bieden dan nodig. Als we de manche niet kunnen halen, ga je zo snel mogelijk passen. Ja. Kijk, nu komt hij naar mij. Nu ben ik aan de beurt. 16 punten, ja. Met 16 punten open ik in principe een sanse toe. Maar er wordt voor me geopend een harten. En om nu een sanse toe te bieden, heb ik een hartendekking nodig. Dus ik mag nu geen 1 sanse toe zeggen, want ik heb een hartendekking nodig. Dan ga ik verder kijken. 2 klaver en 2 ruiten kan ik niet bieden, want ik heb geen 5 kaart. Ja, ik denk toch dat ik een informatiedoublet ga geven. Ik heb wel 1 nadeel, vind ik. Ik heb geen 4 kaart schoppen. Vind ik wel een groot nadeel in mijn kaart. Maar passen gaat mij te ver. Dus ik bied hier informatiedoublet en ik laat het aan mijn partner over. Je hebt best wel moeilijke voorbeelden gepakt, Ton. Echt heel leuk. Ja, maar... Nou, en ik weet in ieder geval dat jij een 13 punten in je hand hebt. Ja. Ik heb een 6, 8, 10, 11. Maar het leuke is, ik heb een mooie hartenkaart. Het enige nadeel is dat ik voor de openaar zit. Maar als ik Santa toebied en ze komen hard uit, dan heb ik een dubbele opvang. Dus ik ga in ieder geval voor een Santa toebod. Ja. En ik kies met mijn 11 punten voor 2 Santa toe. Ja, te sterk voor 1. Te zwak voor 3. En merk je op, hè? Dus Ton wil zelf Santa toespelen. Want stel je voor Noord zou mogen starten, dan komen ze door die aansvrouw heen. Dus dan heb je 2 sans om zelf te spelen. Kijk, eigenlijk val ik hier met mijn neus in de boter. Want ik had een beetje gelogen over mijn schoppen. Ik had een schoppetje te weinig. Maar partner biedt 2 sans. Dus partner heeft inderdaad een puntje of 10, 11. Een hartendekking. Nou, ik heb 16 punten. En ik heb de rest. Dus ja, 16 plus 11 of 12. Nee, sorry. 16 plus 10 of 11 is makkelijk 25. Ik ga 3 sans. Ja, je moet er, en je kan het gelijk al realiseren als je mijn kaart ziet dadelijk. En je ziet, ik pas nu. Ja. En dan zien we jouw kaartje weer. En je kan je realiseren dat Noord eigenlijk geen punten kan hebben. Nee. Nee, dus die snikjes gaan ook nog lekker. Dus dat wordt een leuk handje zo. Klavers lopen mooi, ruiters lopen mooi. Schoppen, nou ja,
Ze moeten een keer uitkomen, dus het gaat prima, Tom. Heel leuk. Dit waren leuke beatoefeningen, maar ook inderdaad dat je goed inderdaad dat we goed hebben laten zien dat je, het is niet altijd even standaard. Dus soms heb je wel eens net een schoppetje minder, of een hartetje meer of een hartetje minder. Maar realiseer je dat doublet geeft aan, partner, ik heb waardes, dus ik heb een opening, maar ik heb geen eigen kleur om te bieden. Ja. Er zijn mensen die eigenlijk alleen maar een informatiedoublet geven als ze minimaal een vierkant in allebei de hoge kleuren hebben. Ja. Nou, dan vind ik eigenlijk dat je hem iets te kort doet, de kansen. Het mag iets flexibeler inderdaad. Maar bedenk altijd, wat kan mijn partner gaan bieden? En kan ik daarmee overweg? Dus dat is denk ik een mooi verhaal. Hey Tom, dankjewel. Ja. Ik zeg iedereen succes met verdere biedoefeningen. En zorg ervoor dat je dat informatiedoublet onder de knie krijgt. Oké. Tot de volgende keer. Een heel fijn weekend, Tom.